Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik weet niet, ik ben opeens echt heel erg blij ofzo. Ik heb net dus best wel een leuk, ja, niet per se een leuk mailtje gehad, maar kijk, ik ga natuurlijk de opleiding Creative Business doen. En in mijn vorige weekvlog heb je kunnen zien dat ik dus niet in de klas zit met Rosa, Rowan of Oshi. Wat ik echt super jammer vond. Maar ik krijg dus net een mailtje van mijn mentor. Want morgen begint mijn introductie dus. Maar het zal allemaal online zijn. Dus ik kreeg net een mailtje van mijn mentor. En ik ging kijken naar wie ze dat mailtje allemaal had gestuurd. En daar stond Oshi in. Rowan stond erin. Dus waarschijnlijk zijn we wel in grote mentorklas. Misschien kom ik dan, nou niet dat ik bij hen in de klas kom. Maar ja, mentorles heb ik dus waarschijnlijk wel met hun gewoon. Want, nou kijk, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel best logisch. Kijk, onze klassen dit jaar bestaan uit 10 mensen vanwege corona. Omdat de klassen dus niet te groot mogen zijn. En daardoor zijn er iets van 70 klassen. Maar ja, er zijn natuurlijk geen 70 mentoren. Dus ik denk gewoon dat klas 1, 2 en 3 dezelfde mentor heeft. 4, 5, 6 dezelfde mentor. Dus dat betekent dat ik dus met Rowan en Oshi in dezelfde mentorklas zit. Want Rowan is 5 en Oshi is 6. Dus ja, ik weet niet. Ook al zit ik niet bij hun in de klas, voel toch een beetje chill of zo dat ik toch met hun dezelfde mentor heb. Dat betekent toch iets of zo in mijn hoofd. Ik heb geen idee. Maar goed, vandaag ben ik dus nog vrij. Morgen begint mijn introductieweek ook pas om 2:30. Dus heb ik ook nog heel de ochtend. Gisterochtend was ik dus gaan proberen om kwark met mango en alles te maken. Dus ik had de mango met de kwark en de ananas en zo in de blender gaan. Maar het blende gewoon niet. Ik weet niet wat er mis was. Dus ik ga het nu nog een keer proberen. Kijken of het nu wel lukt. En dan daarna ga ik United Wardrobe pakketje inpakken. Want ik heb heel veel verkocht op United Wardrobe. Dus ik wil dat vandaag allemaal op de post doen. Zodat iedereen het als het goed is morgen binnen heeft. En ik ben nu eventjes mijn weekvlog aan het uploaden. Die zometeen online moet komen. Dus even die ventilator aan. Want ik heb het zo heet. Het is op zich ook wel logisch dat ik het heel warm heb. Want ik heb en een trui aan en een broek. Die broek ga ik eventjes uitdoen. Ventilator ook, anders horen jullie me niet. Ik heb alle pakketjes op de post gedaan. Het duurde eventjes voordat ik het had ingepakt, maar het is gelukt. En ik heb eventjes wat schoolspulletjes gehaald bij de HEMA. Dus die zal ik ook wel eventjes laten zien aan jullie. Maar eerst even een korte broek aantrekken, want dit hou ik echt niet vol. Oké, waar ga ik jullie neerzetten? Ik ga wel weer eventjes op de welbekende plek zitten. Maar ik ben dus eventjes naar de HEMA gelopen om daar eventjes wat schoolspulletjes te halen. Want dat heb ik nodig. Ik had ook een bestelling bij de HEMA geplaatst. Die komt als het goed is ergens deze dagen binnen. Maar dat zijn snelhechters, sticky notes. En het andere heb ik geen idee meer eigenlijk. Maar ik heb als eerst dit collegeblok gekocht. Ik dacht dit is wel heel erg handig. Want ik heb dus 4 blokken. En je hebt 1, 2, 3 en 4. Dat ik gewoon voor ieder blok zijn eigen dingetje doe. Ik dacht dat is misschien wel handig. Als ik er niet genoeg aan heb, dan kan ik altijd op de helft van het jaar nog eentje kopen. Maar deze is, en deze is volgens mij 2,50 of zo. Dan heb ik een woordenboek gekocht. Een Nederlands woordenboek. Gewoon van Prisma. Ook bij de HEMA kan je die kopen. Want ik denk dat HBO best wel pittig gaat worden. En dat er best wel woorden in voorkomen. Waar ik de ballen verstand van had. Dus ik dacht, een woordenboek is misschien wel handig. Vooral omdat we nu natuurlijk eigenlijk alleen maar thuisles hebben. Dus dat het wel handig is om dan jezelf een beetje wegwijs te kunnen maken. Dan heb ik van die insteekhoesten gekocht. En ik heb 2 pakjes. Zitten er 25 in ieder pakje. Dus ik heb er nu voor eventjes 50. Die waren 1,50 per stuk. Woordenboek was trouwens een tientje. Maar een meisje die ik dus volg, Daphne, die doet ook creative business aan het HVA. En die had dus als tip, of wat zij in ieder geval doet, is dat zij samenvattingen maakt. En dat dan uitziet op de computer en dan uitprint. Dan doet ze dus in deze dingetjes. En dan doet ze dat per vak in een snelhechter. Dat leek me echt super handig. Om ook gewoon lekker alles bij elkaar te houden per vak en zo. Dus dat ga ik ook doen. Ik vond het echt een super handige tip. Dus ik heb nu 50 van die insteekhoesten gekocht eventjes. Ik denk dat het niet genoeg gaat zijn, maar ik kan altijd nog bijkopen. En die snelhechters had ik dus besteld bij de HEMA. Gisteren of eergisteren of zo. Omdat onze HEMA is best wel klein, dus dat hadden ze daar niet. Maar die heb ik dus in ieder geval wel al gekocht. En dat doe ik dan gewoon per vak in 1 snelhechter, zodat alles gewoon lekker bij elkaar staat. Dan een agenda. Het is niet de mooiste agenda, maar dat boeide me eigenlijk ook niet echt. Maar het is gewoon meer voor te plannen. Even dit ding eraf halen hoor. Kijk, het is best een prima agendaatje. Het is met lichtblauw en dan is dit roze met goud en staat er op diary 2020-2021. Maar ik wilde gewoon eventjes een agendaatje die ik gewoon op tafel of op ergens weet ik veel waar gewoon zo open kan leggen voor die week. En gewoon kan zien van oké, maandag heb ik een toets. Dinsdag heb ik een
hoorcollege, weet ik veel hoe. Maar dat ik gewoon hier eventjes alles duidelijk in opschrijf wat ik welke dag heb. En dan ga ik het ook markeren met stiften en zo. Want ik heb van die Stabilo markers. Ik zal ze eventjes pakken. Kijk, ik had dus een tijdje geleden het etuietje al bij de HEMA gekocht ook. Maar ik heb dus allemaal van die pastelkleurige markers. Dus ik dacht, dat is dan handig. Want al mijn hoorcolleges doe ik dan bijvoorbeeld roze. Dat ik weet, oké, ik zie iets roze, dan heb ik hoorcollege. Of een toets of een examen of weet ik veel wat. Ik wil gewoon een beetje gaan leren plannen. Want op het mbo heb ik het op zich best wel met twee vingers in mijn neus kunnen doen. Maar dat verwacht ik niet van het hbo. Dus ja, dat wil ik wel gewoon eventjes goed op orde hebben. Dus, dit had ik toevallig dan al. Die dan. En dan heb ik ook nog een perforator. Vraag me niet waarom, maar ik zag dit staan. Nou, ik weet wel waarom ik dit heb meegenomen. Ik dacht, als ik mijn samenvattingen ga uittypen en dan ga uitprinten en in die map wil doen, moet ik er wel een gaatje in kunnen maken. Maar ik was eventjes vergeten dat ik het natuurlijk in hoesjes ging doen. Maar op zich kan dit natuurlijk nooit kwaad. Dus die en deze was denk ik 2 euro of zo. Ik heb geen idee. Dus dat zijn alle schoolspulletjes die ik voor nu heb gekocht. Vandaag ga ik eigenlijk verder niet heel erg veel meer doen. Het is nu 2:30 al, jeetje. Mewdy komt straks thuis van werk. Die moet dan eventjes wat pakketjes op de post doen. Dus dan ga ik hem daarbij helpen. En voor de rest gaan we eigenlijk niks meer doen. Ik hoop niet. Ik ga zo meteen lekker video's kijken. Dus ja. Het is vandaag dinsdag, de dag van mijn introductie. Ik ben echt best wel een beetje zenuwachtig of zo. Ook al is het dus gewoon online. Maar we moeten dus een voorwerp bij ons houden. We hebben zeg maar eerst een introductie met 3 klassen. Dus 104, 105, 106. Dus met Rowan en Ushio. Dus dat is heel leuk. En dan daarna ga je dus per klas elkaar leren kennen. Maar je moet dus een voorwerp bij de hand hebben wat jou zelf omschrijft. Of wat je leuk vindt of wat je interesses zijn. Ro ging haar hondje doen. En ik heb echt geen idee. Rosa zei van ja, doe gewoon je vlogcamera. Maar ik vind dat zo van, ja, ik vind het gewoon een beetje gek of zo. Dus ik denk dat ik gewoon mijn telefoon doe. En dan gewoon zeg dat ik van foto's maken hou en mijn werken. Of ik dacht, ik kan mijn speechen doen. Omdat ik vroeger heel lang heb gedanst. Maar dat doe ik nu niet meer. Dus dat is nu niet relevant. En toen dacht ik, ik kan ook iets van interieur pakken. Omdat ik interieur heel leuk vind. Ik pak kleding, omdat ik kleding heel leuk vind. Ik heb gewoon echt oprecht geen idee. Ik denk dat ik gewoon allemaal dingen naast me neer ga leggen. En dan eerst ga kijken wat de rest een beetje doet. En me dan daarop ga aanpassen. Ik denk dat ik dat ga doen. Rosa heeft haar introductie al gehad. Ze zei dat het echt heel easy was. Het is nu 1:15. Mijn begint 2:50. Maar er is dus een pakketje binnen van Chiquel. Dus ik dacht, ik ga die eventjes aan jullie laten zien. Ik mocht namelijk na best wel lange tijd weer een keertje uitzoeken bij Chiquel. Dus ik ben echt heel benieuwd wat erin zit. Het zijn lekkere kleurtjes allemaal. Even kijken, als eerste een kort broekje. Deze heb ik in een maatje S. Aangezien ik gewoon echt heel erg veel online school ga hebben dit jaar. Volgens mij hoef ik dus, dat zei Rosa, maar 1 keer in het blok naar school. Dus dat is maar 1 keer naar 8 weken. Dus ik ga heel veel thuisschool hebben. Dus ik wil gewoon allemaal lekkere outfitjes hebben om lekker thuis in te kunnen zitten. Daarom heb ik dit broekje uitgekozen. En ik heb hem in een S genomen. Ik dacht, dan zit hij lekker groot. Dan zit hij niet zo strak om mijn lichaam heen. Maar hij is best wel heel groot. Ziet hij eruit. Maar goed. Het is gewoon lekker een shortje. Zo'n sportshortje. Ik heb nu toevallig ook eentje aan. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar deze is van de Zara. En ik heb er ook een van Naked. En die zitten gewoon echt mega chill. Dus ik dacht, ja, daar wil ik er gewoon wat meer van hebben. Dus die. En die heb ik in een maatje S dus. Dan heb ik hier een topje in een one size. En dit topje heb ik dus al in het groen. Maar dan van de Zara. En echt, ik zweer het jongens. Chiquel en Zara hebben sowieso dezelfde fabrikant. Want ze hebben zoveel dezelfde kleding. Hun labels zijn bijna altijd hetzelfde. Dat kan anders echt gewoon niet. Maar in ieder geval dit topje. En die heb ik dus ook van de Zara. Precies hetzelfde. Het stofje voelt ook echt precies hetzelfde. Maar het is echt een heel erg mooi kleurtje. Dus dat is deze. In een maatje one size was die volgens mij, zei ik net. Ja, deze heb ik in one size. En die hadden ze ook nog in andere kleurtjes. Maar ik vond deze blauwe wel heel mooi. En dan heb ik nog 2 jurkjes. Dus eerst deze groene in een one size ook. En dat is deze. Je zou denken, hoe ga je hier ooit inkomen? Maar als het goed is, ja, rekt dit echt bizar erg mee. Want dit is dus een one size. Deze is een beetje een soort van haltertop. En ik vond dit wel echt een heel erg mooi groen kleurtje. Nu ik nog een beetje wat bruiner ben. En dan als laatste nog een jurkje. En deze heb ik in een maatje S ook weer. In het roze. En dit is ook weer zo'n, ja, ik vond het een beetje een soort van nachtjaponnetje of zo. Ik weet niet, maar het is dus een heel strak jurkje met een V-hals.
En hier bij het randje heeft hij dus nog een, ja, gewoon zo'n soort afgewerkt satijnen randje of iets. Je kan het bandje overstellen, ook heel chill. En verder is het dus gewoon een heel strak kort jurkje. Maar ik weet niet, ik vond het wel iets hebben als je hier een leuk jasje met franjes overheen. Zo'n los jack of zo. Of een oversized spijkerjas met gave sneakertjes eronder. Ik weet niet, ik vond het wel echt heel erg leuk. Dus die. En die heb ik ook in een maatje S. Ik zal het zo meteen wel eventjes allemaal voor jullie passen. Maar daar heb ik nu eventjes geen zin in. Want over 20 minuten begint mijn online introductie. De trui die ik vandaag trouwens aan heb is van Alex Label. En het broekje is dus van de Zara. Hij zit echt heel lekker. Ik heb er ook nog een bijpassend shirtje bij. En dit is een S. En die vind ik zeg maar gewoon lekker voor thuis. Maar voor naar buiten zeg maar is die misschien een beetje net aan de korte kant bij mijn beeld. Dus ik heb ook een M besteld. Want het lijkt me echt een mega lekker vliegoutfitje. Niet dat ik binnen nu en een tijdje ga vliegen. En ik weet wel dat ik in de virtual classroom kan volgens mij ook zeggen dat iedereen vermoeid moet binnenkomen. Maar ik ben dus klaar met mijn allereerste online les. En ik vond het eigenlijk best wel leuk. Ik heb echt super lieve mentor. Echt zo'n vrouw die gewoon. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Want de afgelopen jaren op het MBO heb ik echt de liefste mentoren ooit gehad. Vooral het laatste jaar. En ik was gewoon heel erg bang. Straks ga ik echt zo'n oude man die niks begrijpt. Zeg maar, zo van ik bedoel, die niet echt kan inleven in de jongeren. Maar dat is gelukkig niet zo. Dus daar ben ik echt mega blij mee. En we hebben twee leerlingmentoren waar we ook altijd terecht kunnen. Die doen ook nog zelf de studie. Dus dat is ook fijn. Die zien het wat meer vanaf de studentenkant natuurlijk. En dan donderdag heb ik weer zo'n meeting. Maar dan alleen met de leerlingmentoren. Want die gaan ons dan uitleg geven over het rooster. En over mijn HVA en hoe alles werkt en zo. Dus ik ben super. Dus ik ben echt super benieuwd. En ondertussen dat ik ja, dit had, zijn er twee pakketjes binnengekomen. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. Oké, als eerst. Ik had natuurlijk verteld dat ik bij de HEMA wat dingetjes had besteld. Dus dat is nu binnen. Als allereerst deze sticky notes. Die vind ik gewoon heel erg chill om in mijn boeken te plakken. Zodat ik gewoon weet waar ik ben gebleven. Of als ik een toets moet leren, dat ik gewoon bij alle belangrijke dingetjes zo'n sticky notes doe. Dus die waren 90 cent per stuk. Dan iets wat niet heel handig is. Dat zijn namelijk deze dingen. Maar als je het stuk van gisteren hebt gezien, dan weet je dat ik dit al heb gekocht. Ik dacht dat ik dit aan mijn winkelmandje verwijderd had. Maar niet dus. Nou, even kijken. Anders geef ik het aan mijn vader of ik breng het terug. Maar dat was, volgens mij was dat 2,50. Staat dat hier ook? Nee. En dan als laatste, wat wel heel handig is, waar ik gisteren ook over vertelde, zijn snelhechters. En je hebt dan vier verschillende kleurtjes. Je hebt roze. Je hebt, even kijken of ik het kan laten zien zonder het open te maken. Je hebt een beetje mintgroen, geel en je hebt grijs. Dus dat zijn die. En hier zitten er volgens mij 10 in. Oh, 8. Precies 8. Want ik heb als het goed is ook 8 vakken dit jaar. Dus dat komt mooi uit. Dus dat is dat. En dan heb ik nog een pakketje van Nikki weer ontvangen. Want Nikki heeft dus een nieuwe collectie weer gelanceerd. En ik mag weer wat dingetjes uitzoeken. Dus dat is heel erg leuk. Tadaa. Ik zit hier een kaartje bij. Staat niks op. Oh, heel leuk. Ze hebben het setje opgestuurd. Ik mag dus zeg maar altijd als voor bedrijven of zo een mailtje sturen van wil je wat uitzoeken. Moet ik altijd gewoon een selectie met favorieten doorsturen. En zij kiezen daar dan vanuit wat ze willen opsturen. En Nikki heeft nu dus dit setje gekozen. Heel leuk. Ik heb het allebei in een maatje 34. Want ik vind Nikki altijd best wel groot vallen eerlijk gezegd. Maar dat is dus als eerste dit rokje. Allemaal hele leuke kleurtjes erin. En deze kost in de winkel 100 euro. Dus dat is die. En daar zit dus ook nog een bijpassende trui bij. En die vond ik ook echt heel erg leuk. Vooral inderdaad als combinatie met dat rokje. Dus ik vind het heel leuk dat ze het als setje hebben opgestuurd. En dat is deze trui. Er zit een beetje zo'n wolvenhoofd op is het volgens mij. En dan staat er dus Nikki op. Maar het is dus in dezelfde kleurencombinatie als met dat rokje. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ga het even opruimen. Hoe laat is het nu? Het is 3:30. Ik heb eigenlijk best wel trek. Dus ik ga even kijken of er nog noedels in de kast hebben staan. En ik moet de was ophangen. Want terwijl ik die online les had, hoorde ik de was piepen. Dat was ik erin gedaan. Dus dat ga ik eerst even ophangen. En dan daarna lekker kijken of er nog noedels is. Kijk even hoe. Ik heb het nu even niet aangetrokken. Maar kijk even hoe leuk dit staat. Zo. Met die trui en dan oep, dat rokje er zo onder. Echt heel erg leuk. Die trui is wel echt best wel groot hoor. Dus ik zou, als je ook die trui wil bestellen of iets, zou ik lekker een maatje kleiner aanraden. Of je moet echt van mega oversized houden. Dat is natuurlijk ook leuk. Ik ga eventjes een maskertje in mijn haar doen. Want ik ben lekker alleen thuis deze avond. Mijn vader is bij zijn vriendin. En Miu die moest naar de voetbal. Omdat een trainer van de wedstrijd die kon niet komen. Dus
er moest iemand komen of zo, dus hij kwam. Maar ik ga even lekker dit maskertje in mijn haar doen om lekker mijn haar een beetje te verzorgen. Want dat is een en al touw. Ik ga wel even een andere trui aan doen, want ik wil niet dat deze trui helemaal onder komt te zitten. En ik ben bij het einde van de trap. Oké, ik heb een kledingswitch gedaan. En ondertussen dat ik masker maar ga doen, ga ik lekker roze kijken. Oh, wat een knap bekkie. Nee, ik ga eventjes wat masker in mijn haar doen. Ondertussen ben ik 3 crackers verder als avondeten. En zit het masker nog steeds in mijn haar. Maar ik was eigenlijk dus heel de tijd YouTube video's aan het kijken. Totdat Kira een snap stuurde dat ze dus Gooise Meisje aan het kijken was. Of ja, Gooise Meisje heet het. Staat op Videoland. Fucking leuk. Dus dat ben ik nu dus aan het kijken. Die chick, die Pauline, die was er 22. Nou, ze leek er echt 30. Ze had ook een vent van 35. Maar heerlijk om te kijken. Dus dat ga ik lekker verder kijken. Het is vandaag woensdag. Ja, woensdag. En er komt zo meteen een meisje mijn jas kopen. Eindelijk. Dit is dus mijn winterjas van de afgelopen 2 jaar. En die heb ik nu dus verkocht. Het is een parajumper longbeer. En ik wil gewoon heel erg graag een andere jas. Dat wilde ik eigenlijk vorig jaar al. Maar toen kreeg ik hem niet verkocht. Niemand wilde hem hebben. En dit jaar wel. Ik had eerst dus via Marktplaats had ik een vrouw, meisje. Ik heb geen idee. En die zei ja, ik krijg de 25ste mijn geld. Bla bla. En we hadden de prijs al afgesproken. Hè? Dus we hadden de prijs afgesproken. Zei ze ja, 25ste krijg ik een deel en 1 september krijg ik een deel. Dus nou, hadden we afgesproken. Dan betaalt ze de 25ste een deel, 1 september een deel. Dan stuur ik hem op. En toen gisteren was het de 25ste. Ik had hem echt oprecht bijna 1,5 maand voor haar gereserveerd. Ze zei gisteren, ja, ik vind het toch een beetje duur. Dus ik zei, nou ja, sorry, maar we hebben deze prijs al 1,5 maand geleden afgesproken. Ik snap dat het een groot bedrag is voor een winterjas. Maar je wist dit bedrag 1,5 maand geleden al. Dus waarom heb je mij die jas dan 1,5 maand laten reserveren en een beetje aan het lijntje lopen houden. Dus ik had hem toen gelijk op mijn Insta gezet van jas is beschikbaar. En toen zei ze van ja, nu hoef ik hem al niet meer, want ik zie dat je hem op je Insta. Ik zie dat hij toch al verkocht is via je Insta of zo, weet ik veel. Maar er is nu dus een ander meisje of vrouw, ik weet eerlijk gezegd niet. Ik denk dat ze een beetje mijn leeftijd is. Iets ouder misschien. Die komt helemaal vanuit Arnhem volgens mij. Komt ze hierheen om de jas op te halen, want ze wilde hem ook graag passen, wat ik natuurlijk helemaal begreep. Ik heb de jas 3 of 4 weken geleden nog naar de stomerij gebracht, dus hij is ook weer helemaal lekker fris en fruitig. Dus zij komt die zo meteen halen, als het goed is. Dus ik ga nu eventjes netjes op haar wachten. Het is nu 10:55, dus zou er ongeveer tussen 10:45 en 11:30 zijn. Als zij dan weg is, ga ik eventjes een video opnemen, die wil ik namelijk vrijdag online hebben staan. Dat is een Shein shoplog. Dus dat is eigenlijk een beetje de planning voor vandaag. Ik heb dit shirt aan, of deze trui heb ik aan, van United Wardrobe. Die heb ik toen een keertje daarop gekocht. Maar ik ging dus gisteren opzoeken voor Stace, want Stace wilde hem ook. Maar ik kon hem dus echt nergens meer vinden, ja, echt voor 100 euro. Maar ik heb hem toen voor 30 gekocht, maar hij is dus niet meer te krijgen, zeg maar. Via het dingetje waar ik hem toen heb gekocht. En ik heb weer dat broekje aan van de Zara. En ik ben nog eventjes lekker Gooise Vrouw op mijn laptop, of echt een Gooise Meisje aan het kijken. Ik vind dat zo heerlijk om naar te kijken. Het meisje die langs zou komen voor mijn jas, die is net langs geweest. Heeft hem gekocht. Echt mega lief meisje. Echt onwijs lief. Dus ik hoop dat ze heel veel plezier van die jas zal hebben. En nu kan ik gaan kijken voor zelf een nieuwe winterjas. Ik zei toevallig ook tegen haar van, ik heb nu, we hadden het een beetje over vorige winterjas en zo wat we hadden gehad. En hiervoor had ik dus een kinderparajumper. 2 of 3 jaar lang. Volgens mij 2 jaar. En nu had ik dan 2 jaar lang deze parajumper. Dus ja, ik heb nu 4 jaar lang zo'n jas gehad. Ik hoef niet meer per se zo'n hele dure jas. Dus ik ga gewoon kijken naar misschien een Air Force jas of zo. En dan gewoon een paar leuke Zara winterjassen. Want ik vind het gewoon veel leuker om gewoon een paar jassen te hebben om mee af te wisselen dan 1 hele dure jas. Dus ik denk dat dat mijn strategie wordt voor dit jaar. Dus ik had wel echt een hele mooie Air Force gezien. Maar dat is best wel een licht kleurtje. En misschien moet ik gewoon een zwarte nemen. Ik heb dus nog nooit een zwarte winterjas gehad. Ik had altijd donkerblauw of zand of legergroen. Ik had bij de H&M nog een bestelling geplaatst. In mijn vorige week vlog had je kunnen zien dat ik een setje onderbroeken had gekocht. En die was echt neonroze. En ik wilde er ook heel graag de lichtroze van en de bijbehorende bralettes. Maar in de winkel hadden ze die toen niet. Dus die heb ik toen besteld. Wow, is dat eigenlijk nu pas binnen? Dat heb ik best wel lang geleerd dan. Maar oké. In ieder geval deze
kleur onderbroeken had ik dus al. Dus ik heb er nu ook de bijpassende bralette bij. Heel schattig. Kijk hoe leuk het kleurtje is. En deze heb ik in een maatje 36. En het bralette was 13 euro. En de onderbroek krijg je er 2 van. En daar betaal je 10 euro voor. Dus die heb ik ook in het lichtroze. Heel schattig. In een maatje XS. En van die lichtroze heb ik dan ook weer het topje. Ook weer in een maatje 36. Ik vind het gewoon heel erg leuk om setjes te hebben. En ik vind bralettes gewoon echt mega lekker zitten. Dus ja, vandaar. En deze was ook weer 13 euro. Ze hadden dus in de winkel hadden ze ook nog neon oranje. En die vond ik ook mega leuk. Alleen ze hadden in de winkel dus niet meer mijn maat ervan ook. En onderbroeken hadden ze helemaal niet meer. Alleen bralettes. Maar online hebben ze die dus niet meer. Die is denk ik uitverkocht. Dat vind ik echt jammer. Want ik wil die oranje eigenlijk ook. Dus ik ga even staan en in de gaten houden. Of die misschien nog terugkomen. Maar hier ben ik in ieder geval heel blij mee. De video heb ik trouwens opgenomen. Ik weet niet of ik dat had verteld. Maar de in-shoplog heb ik opgenomen. Dus die ga ik denk morgen of vanavond of zo bewerken. Even kijken. Want die wil ik dus vrijdag online hebben. Maar dat moet ik wel redden op zich. Dus. Wij zijn eventjes heen en weer gereden naar de visboer. Om lekker een visje te halen. En ik heb lekker kibbeling. Miel die hoeft het niet. Die houdt niet heel erg van vis. En voor mijn vader heb ik een lekker blikje meegenomen. Maar die komt straks pas thuis. Het is namelijk ook pas 4:30. Maar soms sluiten ze daar best wel vroeg. Want ja, als de vis gewoon op is, dan gaan ze gewoon dicht. Dus ik dacht, ik kan een beetje vroeg. Het is vandaag donderdag. En deze weekvlog is volgens mij echt heel saai. Want ik zit iedere dag alleen maar binnen. En ik weet nu al dat ik reacties ga krijgen van... Maar je moet echt meer filmen als je buiten bent. Maar ik ben oprecht deze week gewoon niet buiten geweest. Dus vanavond ga ik wel dag maar daarnaast doen. Dus dat zal ik dan wel filmen. Dat is wel leuk. Kom ik eindelijk weer een keertje buiten. Ik heb weer hetzelfde aan als gisteren. Maar het zit gewoon zo verdomd heerlijk. En ik ga toch weer niet de deur uit verder vandaag. Over 10 minuten heb ik een online introductiebeurt. Dus ik ga lekker beneden zitten op de bank. Want er komt als het goed is ook een pakketje van Lovies. Dus die zal ik ook laten zien. Want ik heb namelijk een kortingscode voor jullie. En als het goed is... Nee, die is niet meer geldig als deze video online komt. Dat is een beetje jammer. Maar het is wel leuk om de items natuurlijk eventjes te laten zien. Oh, trouwens, morgen ga ik wel wat leuks. Morgenavond ga ik uit eten met Stacy en Lindsay. Dus dat is wel gezellig. Zal ik ook wel lekker filmen. Maar verder deze week kom ik gewoon echt bijna niet buiten de deur. So, I'm sorry. Volgende week vlog wordt wel echt heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Daar kan ik nu nog niks over zeggen. Dat zien jullie wel als volgende week vlog online komt. Maar die wordt echt... Heel leuk. Echt very excited voor dat. Maar ik ga nu dus eventjes naar beneden. Ik moet wel nog eventjes 3 pakketjes vandaag op de post doen. Dus dat ga ik ook doen. Zoals ik zei heb ik weer een pakketje van Lovies. Dus die ga ik eventjes boven aan jullie laten zien. Helaas als jullie deze video zien is de kortingscode niet meer geldig. Maar wil je nou voortaan wel op de hoogte blijven van de kortingscodes. Moet je me eventjes op Instagram volgen. Want daar deel ik eigenlijk alle Lovies kortingscodes altijd. Ik ga de items laten zien. I'm very excited. Het zijn er weer echt mega veel. Ze hebben dus nu een nieuwe collectie uitgebracht. De Bohemian Herbst collectie een beetje. Dus daar heb ik allemaal dingetjes van uitgezocht. En eigenlijk freaking love it. Laten we maar beginnen met het meest basic een beetje. Dat is dit t-shirtje. En deze heb ik in een maatje XS. En was 25 euro. Ik vind de t-shirtjes van Lovies altijd echt geweldig. En deze vind ik ook echt heel erg leuk. Het is gewoon een heel simpel soort t-shirt. En dan staat er dus met rode letters... Staat er Rock. En ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar er zit dus ook een soort van kleine stuts op. Dus dat is die. In een maatje XS. En dan heb ik voor daar overheen een heel erg leuk jasje. Althans wat mij heel erg leuk leek. Deze heb ik in een maatje XS. En was 60 euro. En dat is dit spijkerjack. In dus die zebra print. Ze hebben er ook een broek van. Dat vond ik misschien wel weer een beetje te heftig om samen te combineren. Maar ik vond dit gewoon zo leuk. En dan met het shirt eronder dacht ik, dat is wel een heel leuk combinatietje. Het is verder gewoon een heel, ja, best wel een dun spijkerjasje. Je zou hem in de winter ook nog kunnen gebruiken als gewoon, zeg maar, iets over een leuk shirtje heen of zo. En in de zomer kan je het echt een jasje gebruiken. Maar ik vind deze heel erg schattig. Dus als die, dat is namelijk een... Setje. Echt mega leuk. Ik hoop dat die kleur me trouwens leuk gaat. Maar om te beginnen dus een leerbroekje. En ik heb deze dus al van de Zara in het zwart. Krijg ik altijd mega veel vragen over. Maar die hebben ze nu dus ook gewoon bij Lovies. Moet ik hem wel even goed houden. En dat is namelijk deze. En er zit dan ook nog een leren koord bij, zeg maar, om een knoop mee te maken. Maar dit is het broekje. Hier zit wat elastiek. Aan de voorkant heeft hij ook 2 zakken. Ik weet niet of je dat op de camera goed ziet. Maar hier zit ook nog zakken.
En verder is het gewoon echt een heel erg leuk beetje zo'n baggy shortje. Deze kost 40 euro en is in een XS. En daarbij zit dus een bijpassende blouse. Echt heel erg leuk. En dat is deze blouse. Ik herkent hem misschien wel. Dit was een tijdje echt helemaal in bij de Zara. Maar dan de zwarte volgens mij. En nu hebben ze hem dus bij Lovies ook een beetje in zo'n... Ja, volgens mij noem je dit zo'n Move. Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. M-A-U-V-E kleurtje. Ja, ik heb echt geen idee. Maar precies dus dezelfde kleur als dat shortje. Ja. En het model had hem echt heel erg leuk zo in haar broekje geplopt. En het zag er zo leuk uit dat ik dacht, ik wil het ook. Deze kost 50 euro en heb ik ook weer in een maatje XS. Dan een rokje waar ik echt verliefd op ben. Ik vind de rokjes van Lovies gewoon echt geweldig. Ik heb dus één rokje van Lovies. Die vind ik zo mooi. Wacht, ik ga hem even eentje laten zien. Hij is gewoon, ja, je ziet hem op deze foto niet heel goed, maar... Echt een geweldig rokje. En deze is dus volgens mij ook een beetje zo. En ik had dus laatst van Lovies ook nog een rokje gekregen. En die vond ik ook echt heel erg mooi. Maar die ligt nu in mijn kast. Oh. Hij is zo mooi. Kijk. Hij is dus hier. Zit hij. Ja, ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar het heeft dus zeg maar. Hoe noem je dit? Plootjes of zo. En dat heeft hij ongeveer tot aan hier. En dan gaat hij uit in roesjes. Ik heb deze in een XS gekregen. Ik had een S gezegd. Omdat de laatste keer zat hij een beetje strak. Dus ik dacht, oké, misschien moet ik gewoon van rokjes een S gaan nemen. Maar ze heeft toch een XS opgestuurd. Waarschijnlijk omdat ik dat gewoon altijd heb. Dus ik hoop dat die past. Maar hij ziet er best wel groot uit. Dus ik denk dat dat wel goed moet komen. Dus dat is die. En deze heb ik in een XS, dus zoals ik zei. En is 40 euro. En als laatste heb ik nog een hele leuke jurk. Ik heb al een gele jurk van Lovies. Dat is namelijk hetzelfde model als deze. Dat is deze jurk. Die heb je ook op mijn Instagram kunnen zien. En ja, ik ben gewoon echt verliefd op die jurk. Echt helemaal leuk. En nu hadden ze dus ook weer in het herfstkleurtje ja, die jurk uitgebracht. Dus die moest ik natuurlijk hebben. Kijk hoe leuk. Dat printje ook. Echt mooi, die paarse kleur met die bloemetje. Ik denk dus dat paars wel weer een beetje het kleurtje gaat worden deze winter, deze herfst. Als ik zo naar de andere items kijk. Hier zit ook een beetje dat oud roze in. Nou, dit is natuurlijk ook een beetje dat oud roze paarsige. Maar echt heel erg leuk. En van deze weet ik sowieso dat die goed is. Omdat ik hem natuurlijk al heb, maar dan een andere kleur. En deze is 50 euro en heb ik ook weer in een maatje XS. Dus dat waren weer alle items van Lovies. Ik zal alle linkjes natuurlijk weer in de beschrijving zetten. En volg me eventjes op Instagram als je dus de volgende keer mijn kortingscode van Lovies in de gaten wil houden. Want de laatste tijd heb ik er best veel. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Ik ga eventjes een spijkerbroek aantrekken, want ik heb nu mijn pyjama broekje aan. Want ik moet eventjes wat pakketjes naar het postkantoor brengen. En dan ga ik gelijk eventjes lekker bij de Albert Heijn een broodje halen. Want daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik heb lekker twee broodjes gemaakt met filet en lekker heel veel uitjes erop. Maar ik heb in mijn vinger gesneden en doet zoveel pijn. Jongens, ik wilde dus gaan filmen, maar ik ben mijn geheugenkaart vergeten. Die zit nog in mijn laptop, wat dom. Maar ik ben dus bij mijn moeder en Dagmar die is nu onderweg naar boven met de lift. Want ik ga er nagels doen, dus ik zal alles wel gewoon met mijn telefoon filmen dan, hè. Neem een beetje voor zekerheid, zodat het lager was. Ik heb er zoveel zin in. Ik voel me nu al gelukkig. 2 kilo erbij. Het is vandaag zaterdag en ik moet echt na 5 maanden weer een keertje werken in het zwembad. Ik geef dus kinderzwemles, of nou, ik ben assistent. Maar in maart kreeg ik het best wel druk met school en we kregen natuurlijk corona. Dus ik had geen vaste dienst meer. En zonder die vaste dienst kom ik eigenlijk ook wel rond. Dus ik had zoiets van, ja, ga ik het doen? Dus ik ben nu gewoon invallen. En vandaag was er toevallig iemand ziek. Dus ik dacht, nou, laat ik maar een keertje invallen. Dus ik moet van 12 tot 3 werken. Dus ook niet mega lang. Dus best wel prima te doen. Dus ik heb mijn badpak weer uit de kast getoverd. Want die moeten we dus altijd aan. Mooi badpak. En ik sta bij de krabben. Dus dat gaat altijd ook wel... Snel, zeg maar, krabben zijn kindjes die net beginnen met zwemles. Dus die hebben gewoon nog heel veel hulp nodig. Dus ze gaan de lessen ook best wel snel. Bij mijn werk hebben we dus ook een sportschool. Dus ik had mezelf voorgenomen om dan een uurtje eerder naar werk te gaan. Zodat ik dan nog eventjes kan sporten. En dan daarna lekker dat water in kan duiken. Dat vind ik wel lekker. Dus ik ben me nu daar zelf toe aan het zetten. Gisteren heb ik helemaal niks gefilmd. Maar gisteren zijn Dagmar, Keer en Zoe zijn in de middag gekomen. Toen hebben we lekker film gekeken. Serietje gekeken. Toen hebben we Dagmar een keer me helpen uitzoeken met de outfit uitzoeken. Want ik ging uit eten met Lindsay en Stacy gisteravond.
bij Stella Marina. Was echt super lekker. Zit in Scheveningen. Echt heel erg lekker gegeten. We hebben daar echt bijna 4 uur gezeten. Terwijl ons eten hadden we gewoon binnen een 30 minuten op. Maar we hadden gewoon zoveel om mee te praten. Dus het was heel gezellig. Maar ik had dus helemaal mooi mijn haar gesteld. En een leuk outfitje aangedaan en zo. En toen zat ik dus op de scooter onderweg naar Scheveningen. En het begon zo, zo hard te regenen. Ik was echt een verzopen katje. Het zag er echt niet uit. Dus mijn haar is nu ook echt touw. Maar ik dacht, ja, ik ga nu niet wassen. Ik ga zo meteen sporten en het zwembad in. Dus... Oh god. Ik ben echt kapot. Ik ga even lekker mijn badpak aantrekken en dan werken. Het is vandaag zondag. Het is 11:50. Ik was echt al 9 uur wakker of zo, 9:30. Maar ik heb gewoon heel de tijd nog in bed gelegen en filmpjes gekeken. Ik lig nog steeds in bed, maar ik heb nu wel mijn bed een soort van opgemaakt. En eventjes gordijnen open gedaan en zo. Sorry dat ik deze week echt heel erg weinig film. Gisteren heb ik ook niks gefilmd. Ik ging ergens naartoe voor iets wat ik jullie in de volgende weekvlog pas kan vertellen. Dus ja, ik dacht dat vind ik dan niet leuk om te filmen. Want straks hebben jullie al een idee wat het is. En ik wil het echt als een soort van verrassing houden. Want als het goed is, nou ik kan het gewoon, moet het wel in de volgende weekvlog vertellen. Komt er echt iets mega leuks. Aankomende dinsdag gaan we daarmee beginnen. Dus dat zit dan in de volgende weekvlog natuurlijk. Maar vandaar dat deze weekvlog gewoon eventjes wat minder was. Omdat ik gewoon veel in mijn hoofd daarmee bezig was en zo. Dus ja, oh, ik heb er zoveel zin in. Ik wil zometeen eigenlijk ook eventjes naar de winkels toe om nog gewoon eventjes een beetje te kijken. Ik weet dat het echt heel vervelend is dat ik er niks over kan zeggen. Want ik zou zelf ook bloedirritant vinden als iemand heel de tijd zo praat. Dan zou ik ook denken van zeg het gewoon. Maar ik wil het echt gewoon voor de volgende weekvlog houden. Dus ja, maar goed. Gisteren na werk ben ik gewoon gaan douchen, hebben lekker gegeten. En zijn we eventjes weg geweest nog. En vandaag is het echt een hele vieze dag buiten. Dus ik denk dat ik niks anders ga doen dan lekker in mijn bed liggen. Ik ga straks lekker een maskertje in mijn haar doen. Daar heb ik echt zin in. Miel is aan het voetballen. En oh my god, ik heb het nog helemaal niet verteld. Volgens mij, toch? Nee, ik heb het nog... Oh, ik heb gisteren ook gesport, jongens. En ik heb zoveel spierpijn. Maar oké, ik heb het nog helemaal niet verteld. Maar Ro en ik zitten dus uiteindelijk wel bij elkaar in de klas. Fucking leuk. Roder moeder had dus... Ik wist niet dat Roder moeder een mailtje had gestuurd. Maar die had dus blijkbaar een mailtje gestuurd. En toen kregen we vrijdagmiddag kregen we opeens een mailtje van mijn mentor. En ik dacht, waarom krijg ik een mailtje? Het stond erin dat Ro toch bij mij in de klas is geplaatst. Dat dat toch kon. En dat het zelfs makkelijker uitkwam en zo. Dus Ro en ik zitten nu gewoon samen in de klas. Super leuk. Zitten alleen niet samen in dezelfde projectgroep. Maar dat maakt op zich niet uit, want die vrouw, onze mentor, zei van ja, anders komt er ook een leeg plekje in de projectgroep, zeg maar, waar Ro in zat. En dat zou gewoon niet handig zijn. Dus ja, ze zit wel nog in haar oude klas in een projectgroep, zeg maar. Maar die mensen wonen ook gewoon in Den Haag, dus dat is op zich wel gewoon chill voor haar. Kijk even hoe erg mijn uitgooi is. Het ziet er zo niet uit. Maar dinsdag om 1 uur heb ik gelukkig een afspraak, dus kan ik ze eindelijk weer laten doen. Ik ga ze ook echt een heel stuk korter doen. Echt best wel lang. Maar ik heb eventjes, zoals je net kon zien... De hars opgewarmd. Zodat ik eventjes mijn bovenlip en mijn wenkbrauw kan harsen. Hij is nu heel heet. Dus ik ga hem nu weer uitzetten en laten afkoelen. En dan kan ik hem zo meteen gebruiken. Want anders verbrand je echt even je gezicht. Het is vandaag maandag. En normaal zit deze dag niet meer bij deze weekvlog. Maar voor nu eventjes wel. Omdat ik vanaf morgen een aparte weekvlog ga starten. Wat helemaal in het teken daarvan staat. Dus die komt volgende week online. Dus ik dacht, dan doe ik deze dag nog eventjes bij deze weekvlog. Dat is misschien wel leuk. Ik ga vandaag voor het eerst naar school. We moeten echt naar de locatie toe. Dit is de enige keer in de komende 10 weken dat wij op school les hebben. Verder heb ik altijd online les. En ik had jullie natuurlijk al verteld dat ik daarvoor een nieuwe MacBook had gekocht. En die ga ik zo meteen ook lekker meenemen. Want we hebben dus SLB-uur. En volgens mij moeten we dan echt mega veel opschrijven. Dus ik neem mijn laptop vandaag mee naar school. Ik heb hem in de vorige week vlog laten zien. En ik heb hem ook helemaal unboxen en zo. Dus als je dat wil zien, moet je de vorige video even kijken. Maar dit is hem dus. De MacBook Pro, de 13 inch. En ik ben er echt mega blij mee. Ik kreeg ook een aantal DM's van meiden die vroegen hoeveel die kostte en alles bla bla. Maar ik heb hem dus bij de Mediamarkt gekocht. En bij mij in de stad, zeg maar, was toevallig een voordeeltafel. Waardoor ik dus korting kreeg. Maar ik heb iets heel erg leuks. Nou, ik heb niet iets heel erg leuks. Maar ik dacht een tip aan jullie. Als je naar een Mac gaat, amac.nl.com, kan je dus, als je een student bent, met 10% korting jouw
laptop kopen. 10% op deze laptops is natuurlijk gewoon heel erg veel. Want als je een laptop koopt van 1500 euro, gaat er gewoon 150 euro van af. Dat is gewoon echt bizar. Dus bij Mac.nl kun je dus als student 10% korting krijgen. Ik ben in ieder geval echt heel erg blij met deze laptop. En ik dacht, ik geef jullie eventjes mee als tip. Want heel veel mensen die waarschijnlijk met een nieuwe school gaan beginnen, die zullen ook wel een laptop moeten aanschaffen met laptop-eisen. Ik moest dat ook. Mijn laptop moest aan bepaalde eisen voldoen. En het is gewoon natuurlijk een hele grote uitgave. Dus een tip, je krijgt er dus nu 10% korting. Ik zal een linkje van de site ook eventjes in de beschrijving zetten als je daar dus geïnteresseerd in bent. Maar dat is dus die. Ik doe hem wel veilig in de hoes meenemen naar school. Want ik ben gewoon bang dat hij anders beschadigt. En dat wil ik natuurlijk niet. Dit is de tas die ik vandaag meeneem. Deze is gewoon van de Zara, maar er past gewoon lekker veel in. Ik heb natuurlijk mondkapjes voor in de trein. Ik heb nog eventjes een spijkerjasje voor misschien op de scooter. Want ik ga dus zo meteen met de scooter ga ik naar Ro toe. Dan hou ik haar op. Dan rijden we samen naar Centraal. En dan pakken we daar de trein naar Amsterdam. En dan gaan we nog eventjes wat lunchen daar in de stad bij Stan & Co. Dat zit namelijk echt naast onze school. En daar gaat ook nog een derde meisje mee. Jasmijn. Die komt bij ons in de klas. Dus vroeg of zij het anders gezellig vond om mee te gaan. Dan gaat ze tenminste niet alleen naar school. Want dat zou ik zelf ook niet chill vinden. Dus die gaat ook gezellig mee. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb vandaag deze trui aan van Alex de Label. Die heb ik dus nieuw. Die heb ik eigenlijk nog nooit laten zien aan jullie. En daarbij heb ik dit rokje van Nikki. Ik zit misschien een beetje te overdreven om een rokje aan te doen. Maar ik vond een rokje gewoon lekker dan een broek. Dus ja. En ik heb mijn Yeezys erbij aan. Deze. Ik weet niet hoeveel ik ga filmen. Kijk, met Ro in de trein zou ik wel filmen. Maar het andere meisje ken ik natuurlijk nog niet echt. Dus misschien een beetje gek als ik al ga filmen. Maar jullie zullen het allemaal wel zien. Ik heb er zoveel zin in. Maar ik ben zo blij dat Ro en ik dus samen in de klas zitten. Gewoon lekker samen kunnen reizen. Samen ons ding kunnen doen. Rosa is er nu ook mee bezig om bij ons in de klas te komen. En het gaat de goede kant op. Dus we hopen dat dat ook doorgaat. Dan zitten we lekker met z'n drietjes in de klas. Dus dat zou echt mega gezellig zijn. Dus ja. Ik ben terug van school. En het was echt onwijs leuk. Ik heb niks gefilmd. Omdat, ja... niemand weet daar dat ik vlog. Dus ik vond dat nog een beetje ongemakkelijk. Alleen Ro weet dat natuurlijk. Maar het is nu 6:30. Ik ben net 6:30 thuis ongeveer. Het was echt mega gezellig. Ik was natuurlijk eerst Ro gaan ophalen. En toen hebben we op de metrostation hebben we gemeet met Jasmijn. En zijn we lekker gaan lunchen bij Stan & Co. En hebben we elkaar een beetje leren kennen. Want Jasmijn zit dus ook bij ons in de klas. En Ro en ik gingen uit eten. En we dachten ja, het is wel leuk om haar ook mee te vragen. Want als wij... in haar positie hadden gezeten, hadden we het ook leuk gevonden als twee meiden mij hadden meegevraagd, zeg maar. Want ja, je kent niemand, dus het is toch chill om dan iemand een beetje te leren kennen. Dus het was echt mega gezellig. Echt een beetje hetzelfde soort typetje als ons, dus dat is wel echt heel erg grappig. En we kennen ook best wel veel dezelfde mensen, dus dat was ook wel leuk, kwamen we achter. En we hebben een uurtje school gehad van 3:50 tot... 4:30 ongeveer bijna. En toen zijn we teruggegaan met de trein en de metro naar huis. En dus ben ik het pakketje bezorgd. Dus die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Alleen ik ben heel eventjes iets aan het uploaden voor een samenwerking. Dat moet ik eventjes opsturen. Dus dat ga ik eerst doen. En dan ga ik daarna aan jullie het pakketje laten zien. Want ik ben echt verliefd. Een stukje voor de samenwerking is opgeslagen. Dus ik ga jullie de doos laten zien. Of nou ja, niet de doos, maar de inhoud. Maar ik heb dit dus ontvangen. Ik kan dit merk heel lastig uitspreken. Dus ik ga het eventjes aan jullie laten zien. Maar het is dus echt een heel erg leuk merkje. En wat zij dus doen is voor iedere bestelling, voor ieder item dat bij hun besteld wordt, plaatsen zij dus een boom. Dus het is natuurlijk ook nog helemaal milieubewust en zo. Het Instagram account. Ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten. Het heet De Pangaea. Even kijken of je het kan zien. Kijk, dit is het. En alles wat zij doen en zo is dus helemaal milieuvriendelijk. Het is ook allemaal met goede kwaliteit dingen gemaakt en zo. En dus voor ieder... ja, item, bestelling die geplaatst wordt, plaatsen zij dus een boompje. Dus dat je het even weet. Maar hier mocht ik dus 3 dingetjes uitzoeken. En het is dus unisex. Dus ik heb een trui voor Miel uitgekozen en een setje voor mezelf. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Het kwam ook trouwens echt mega snel binnen. Het kwam met DHL. En volgens mij kreeg ik vrijdag of donderdag een melding van dat het verzonden was. En het is vandaag maandag dus binnen. Ik heb dus 3 items mogen ontvangen in de blauwe kleuren. Ik zal wel beginnen even met mijn setje. Als allereerst heb ik een trui. En ik heb de donkerblauwe kleur gekozen. Echt een heel erg leuk kleurtje. Ik word er gelijk heel blauw en heel bleek van. Maar ik vind het echt een hele leuke kleur. Maar goed. Ze hebben dus echt heel veel maten. Ze gaan echt van XXS tot XXL volgens mij. Maar dat is dus deze trui. En daarbij heb ik dus een bijpassend kort broekje. Ook een sticker van papier.
Kijk, dit is het broekje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Echt een heel erg leuk kleurtje. Broekje heb ik ook in een maatje XS. Ik twijfel echt heel erg of ik een XXS nodig had of een XS. Omdat het volgens mij best wel oversized valt. Maar ik ben best wel blij dat ik gewoon een XS'je heb genomen. Ze hebben dus echt best wel veel leuke kleurtjes. Maar ik weet niet, ik vond het donkerblauw wel gewoon echt heel erg leuk. Lichtblauw vond ik eigenlijk nog leuker. Maar die wilde Miu. Nou, hij wilde heel graag die... Als hij dan mocht kiezen, wilde hij die blauwe kleur. Kijk even hoe mooi die is. Maar het is natuurlijk unisex, dus ik kan deze ook gewoon van hem jatten. En voor Miu heb ik hem dus in een maatje S. Ik ga hem niet openmaken, want ik wil hem gewoon aan hem geven. Maar echt heel erg leuk. Echt heel erg blij mee. Ik vind die donkerblauwe kleur ook wel echt heel mooi hoor. En dan met dit bijpassende broekje erbij. Echt heel erg leuk. Maar sneakertjes eronder. Dus dat is dit. Ik zal een linkje ervan in de beschrijving zetten als je ook geïnteresseerd bent. Want ze hebben echt heel veel leuke kleurtjes en dingen. Miu is bij zijn moeder eten. Ik kon niet mee omdat ik natuurlijk pas best wel laat uit school kwam. En mijn vader, waar die is, ik heb echt werkelijk weer geen idee. Sam is volgens mij naar de training, naar de voetbal of hij moest werken. Een van de twee. Maar we gingen gisteravond Chinees eten met mijn broertje, mijn vader, Miu, Shanna. Dat is een vriendinnetje van Sam. En ik, maar we hebben echt nog heel erg veel over. Dus ik denk dat ik een beetje rijst ga opwarmen. En dat lekker ga opeten. Dus ja.